Yo mensen, welkom op ons kanaal. Vandaag ga ik het hebben over Black Ops 3. Mijn eerste gameplay. De gameplay is een Team Deathmatch op AW, waar ik 22 op 8 sta. Dus Black Ops 3, ik zal eerst vertellen over Black Ops 2. Ik vind Black Ops 2 een geweldig spel. Het was mijn lievelingsspel op PS3. Ik vond het nice om zombies te spelen en ook in private matches stukjes kopen met mijn vrienden. Ik heb mijn PS3 verkocht om mijn Xbox te kopen en daar heb ik spijt van, want nu kan ik geen Black Ops 2 spelen. Dus daarom hoop ik nu dat Black Ops 3 een geweldig spel zal zijn, want Ghost was short. En AW was wel een nice spel, maar niet om lang op te spelen. Want ik speel daar soms even op en dan begint dat terug saai te worden. En dan, als ik even later dan terug een match speel, dan begint dat terug leuk te worden. En wil ik dat opnieuw spelen, maar zo'n spel wil ik niet. Daarom wil ik een spel waar ik niet zo steeds van denk, wie is leuk en wie niet meer. Ik hoop dat die laserguns weggaan, want die vond ik echt niet nice. Dat was echt short gewoon. Maar die extra's, die waren wel chill, was nice om rond te springen en zo. Het was moeilijk om gekild te worden. Zeker voor campers, als je een camper zag, gewoon double jump en alles. Dat hadden we nu niet meer, kon je gewoon killen. Behalve als je geen gebouw zat, was het iets moeilijker om double jump te doen. Maar nog steeds, je raakt er wel sneller vanaf door die extra's. Oké, dit was dan voor de video. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te subscriben. Laat zeker in de comments achter wat jullie in Black Ops 3 willen en wat niet. En geniet van de video. Bow to 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 bow